Welkom bij een nieuwe podcast van BV Nederland. Vandaag gaan we drietal vraagstukken bespreken die we vaak horen als BV-opleider. Bij mij aan tafel Kees en Wouter. Vraagstuk 1, angst om te reanimeren, Kees. Ja, daar zijn best wel mensen die daar vragen over stellen. En die vragen komen vaak voort, valt mij op, uit angst om aansprakelijk te zijn wanneer het misgaat. Volgens mij moet je dat heel snel uit je hoofd bannen. Je bent aansprakelijk als je niks doet. Want dat is bij de wet nog enigszins vastgelegd. Je moet een ander mens helpen als die in nood is. Betekent, wat is helpen? Dat kan 112 bellen zijn. Dat kan heel hard helproepen zijn. Maar je moet iets doen. Hè? Dus handel. Maar angst om te reanimeren wanneer je... Ik zou angst hebben als ik het niet zou kunnen. Als ik niet zou weten wat ik moet doen. Maar wanneer je hebt leren reanimeren, dus wanneer je weet wat je moet doen, dan is het ook niet erg als je een telfout maakt en niet bij 30 uitkomt, maar bij 29 gaat beademen. Doe iets. Doe dat wat je geleerd hebt. Pas dat toe. Wees niet bang. Hè? Wees niet bang dat iemand misschien toch ergens bewijsje in zijn broekzak heeft zitten, waarop staat dat hij niet gereanimeerd wil worden. Want dat moet je zichtbaar dragen. Ja. Wanneer iemand dat niet om zijn nek heeft of getatoeëerd heeft staan in zijn hals, zodat je het direct ziet wanneer je dat bovenlichaam ontbloot. Je moet geen angst hebben. Want je kunt namelijk niet aansprakelijk gesteld worden als je iemand helpt. Nee. Het wordt enger als je erbij staat en kijkt en absoluut niet weet wat je moet doen. Ja. Wat overigens niet wil zeggen dat het niet gebeurt, want je kunt ook gewoon dicht slaan. Je kunt ook gewoon dichtklappen en het gewoon niet meer weten. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat je moet blijven oefenen. Train het regelmatig, want als je het regelmatig traint, weet je hoe het werkt. En dan kun je het in ieder geval. Dus nooit bang zijn om te handelen. Ja. Absoluut niet bang zijn om te handelen. Is dit ook iets wat overkomt waar je uit andere landen? Ja, het is een beetje, we roepen dan heel snel Amerikaanse toestanden. Nee. Amerika heb je wel heel erg, want als je daar een keer vakantie geeft, dan weet je het, overal langs de weg staan borden, dat wanneer iets is overkomen, dan moet je die en die bellen, want zij helpen je. En dat is alleen maar, dat is een shoe-cultuur. Ik shoe je, weet je, ik ga je echt, ik pak je. Ja. Ja, nou, dat gelukkig in Nederland is, werkt dat zo niet. Nee. Dus niet bang voor zijn. Nee. Ander onderwerp, de flexwerkende BHV'er. Yes. Of de flexwerker. Ja. Wouter. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als je het hebt over angst om te handelen als er iets gebeurt in het pand. Als jij als BHV'er op pad bent, als flexwerker, je komt elke keer op een andere locatie. Dat betekent dus elke keer als jij een van je bedrijfslocaties binnenstapt, dat je die rol dus aan moet nemen. De rol van BHV'er? De rol van BHV'er, want jij bent je bent gevraagd door je bedrijf van, goh, wil jij BHV'er worden? Nou, dan heb je ja op gezegd, je hebt een training doorlopen, je staat ergens op een lijstje, dus jij bent BHV'er. Wat je vaak wel ziet is dat men dan toch het gevoel heeft als ze flex werken of in de buitendienst werken, dat verantwoordelijkheidsgevoel op het moment dat er dan iets ontstaat, soms wel eens ontbreekt. Omdat het niet een vaste plek is, het is niet jouw bureau of jouw kantoor waar wat gebeurt, alleen je bent nog steeds opgeleid om te gaan handelen. En daarbij is het juist heel mooi, hoe meer BHV'ers er zijn, als er een reanimatie of dergelijke ontstaat, moet er best wel wat gebeuren. En hoe meer handjes je hebt om daarbij te helpen, hoe beter je al die stappen kan doorlopen. En dan is handelen daarin, denk ik, een hele mooie. Omdat je toch die training hebt doorlopen. Dus je weet in de kern, weet je de basis van wat je moet doen. En kan je ondersteunen. Heeft een bedrijf met veel flexwerkers meer BHV'ers nodig dan? Ligt eraan. Als jij als zeg maar heel het personeel, of tenminste al het personeel flexwerker is, dan denk ik dat iedereen ook BHV'er moet zijn. Alleen als jij verschillende locaties hebt met vaste medewerkers, dan kan je die aanstellen als BHV'ers en heb je een soort flexibele pool die verschuift. Maar als iedereen in de buitendienst werkt, of een heel groot gedeelte van het bedrijf, dan is het wel het beste als iedereen BHV'er is. Daarbij, maar dat is een beetje mijn persoonlijke beeld daarop. Als jij je personeel opleidt als BHV'er en ze komen een keer wat tegen. Hè, als je onderweg bent, je ziet een hoop. Hè, je komt bijvoorbeeld een keer op een treinstation en er gebeurt wat. Ja, misschien kan jij die eerste 2 minuten wel de eerste hulp bieden die nodig is. Hoe mooi zou dat zijn? Als je in ieder geval, als je dus iets tegenkomt, een ouder, iemand die ten val komt of dergelijke, dat je in ieder geval weet hoe je ze in een stabiele zijligging moet leggen. En kan bij die mensen kan blijven tot er hulp komt. Dus ik denk dat dat een mooie is om te doen.
En dat je ook wel daarmee als werkgever verantwoordelijkheid neemt. Nou ja, en als je het dan hebt over flexwerkers en bedrijfslocaties en personeelsbezetting. Ja, hoeveel BHV'ers zou een organisatie dan nodig hebben om goed te kunnen handelen als er wat gebeurt? Dan kijk ik even Mike aan. Wat denk jij? Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van het bedrijf. Kijk, in principe zegt de Arbo-wet niet zo heel veel over het aantal BHV'ers. Voorheen had je de, wat was het, 1 op 25 of 1 op 50 regeling. Mm-hmm. Dus met 100 man had je 2 BHV'ers nodig. En als je pech had, waren dat ook nog eens flexwerkers die er 9 van de 10 keer niet waren of niet zijn. Gelukkig hebben ze dat wel aangepast in de Arbo-wet. Eigenlijk heel simpel, alles wat met veiligheid te maken heeft, wijst de Arbo-wet naar de risico-inventarisatie. Heel kort gezegd, de risico-inventarisatie brengt alle risico's in kaart. En aan de hand daarvan wordt dus het aantal BHV'ers bepaald. Dus dat is nog steeds heel erg vrijblijvend. Volgens mij zijn er zijn artikelen over geweest dat 80% van de bedrijven, of 60% van de bedrijven geen risico-inventarisatie heeft. Dus 40% wel, waarvan die 40%, 60% een onvolledige risico-inventarisatie had. Dus daar zijn nog steeds heel veel vragen over die niet beantwoord zijn. Maar stel dat een bedrijf geen risico-inventarisatie heeft, dan is het toch heel simpel. Je moet altijd de restrisico's kunnen afdekken. En de restrisico's zijn volgens mij medisch. Hè? Denk even aan reanimatie. Ja. En brand. Want ik bedoel, brand kan altijd. Ja. Ook al zit je in een omgeving waar het risico op brand heel laag is, dan staan er altijd een computer of een koffiezetapparaat waar een stekker aan zit. En zodra ergens een stekker in een stopcontact zit, heb je een risico op brand. Ja. Hè? Dus dan moet je er altijd een paar hebben. Dan moeten er altijd 1 of 2, nou volgens mij zelfs 2, dan moeten er gewoon 2 aanwezig zijn. Ja. Ten alle tijde. Om het klusje te klaren. Ja. Maar dus eigenlijk zeg jij, als je een goed beeld wilt hebben van hoeveel BHV'ers je nodig hebt, moet je een goede RINE hebben met een plan van aanpak. Ja, uiteraard. Dat is de basis. En niet alleen voor BHV, gelukkig. Oké. En waarom meer voor dan? Uiteraard voor het hele bedrijfshulpverlening, dus de gehele BHV-organisatie. Dat heeft natuurlijk ook te maken met met brandveiligheid, maar ook ergonomie, werkdruk, PSA, dat soort zaken.